Vorig seizoen na 18 speeldagen speelde Harelbeke hier om tweede te blijven. Het kan snel keren dus. Door blessures geen Hamech, geen Ibrahim. En Lucas Kubik debuteert in de competitie. In de vuurlijn loopt het duo Wostijn-Zwingilas. De spurtbom uit Litouwen komt pas voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap. Aalst, zoals zo dikwijls, met veel aanvallers en met in de defensie onder meer Kingsley Amunike. David van Hooijwegen is geblesseerd, Peter van der Heijden ook. De poppetjes vormen in het begin van de wedstrijd al heel snel koppeltjes. Thibaut, Koreman, die heeft niemand bij. Lauwers met de kans, Christophe Lauwers, vroege goal van Aalst. Maar afgekeurd, Wegen is buitenspel. De Oliveira niet in beeld bij het vertrekken van de bal, maar gezien zijn positie op deze herhaling zou dat wel eens goed kunnen zijn. Thibaut laat de bal snel gaan. Timmerman. Daar komt Lauwers en Geert de Vlieger. Lauwers passeert de doelman. De hoek wordt nu scherp en Verhoenen is op post. Kans voor Christophe Lauwers. En dat was het eerste grote gevaar in de wedstrijd nadat Aalst ook al een doelpunt afgekeurd zag worden. Vrije trap voor Harelbeke en wegens een lange aanloop stond hij eerst niet in het beeld. Hans Visser doet dat rechtstreeks. Van de Wallen pakt. We zitten in de tiende minuut. Klomp komt druk zetten. René Klomp voor het schot. En weer Van de Wallen aan het werk. Knal van René Klomp. Ex-Lommel. Timmerman opzij voor Van den Bossen. Die als rechtsachter al een paar keer een bal over zijn hoofd heeft zien vliegen. Aanvallend is hij waarschijnlijk beter geschoold. Net als deze man, Alexander De Oliveira. Die kan veel met een bal. Van den Bossen voor zijn linker. Het schot bleef ergens onder het gras hangen. Of tegen Harelbeekse voeten. Sammy van den Bossen in een offensieve bevlieging kreeg de bal aangereikt van Alexander De Oliveira. En het schot kwam er eigenlijk niet uit. Thibaut. Eén tijd Koreman, Harold Meissen. Goeie voorzet, kopbal van De Oliveira tegen de paal. Thibaut is goed gevolgd en jaagt de bal hoog in de tent. Het is 1-0 voor Aalst. En de wedstrijd had een doelpunt nodig. Doelpunt van een van de jongsten. Zijn vierde van het seizoen, Gunther Thibaut. Goed balletje naar buiten van Davy Koreman. Dit is Meissen. De kopbal van De Oliveira tegen de paal. En de goal van Gunther Thibaut. 29e minuut. 1-0 voor Eendracht Aalst. Het ziet er anders uit in het Pierre Cornelis Stadion. Het klinkt ook anders. Dat heeft te maken met de neerzijkende regen. Er komt een vrije trap voor Harelbeke achter de bal. Specialist Hans Visser. Goeie vrije trap. Maar wel rechtop van de Wallen. De muur had hij perfect omzeild. Een nieuwe vrije trap voor Harelbeke op 6 minuten van de pauze. Van de Wallen klaar. Visser met een tikje voor Lamers. Schitterende goal, Martin Lamers. Jezus Christus, dat was van bijzonder ver. Net geen 30 meter, denk ik. Een lange streep. En de bezoekers, de ratten, kunnen juichen voor deze schitterende pot van Martin Lamers. 1-1. Martin Lamers. Verhoenen. Tegen Lauwers aan. De Oliveira probeert de bal vrij te maken. En dat lukt hem meestal. En dan gaat hij neer. En dan is er niks aan de hand, zegt scheidsrechter Van de Venne. Maar ik denk wel dat de kleine De Oliveira aangelopen werd. Door Baudry. Koreman in Klomp. Maas kon er niet bij. Thibaut. Ingespeeld voor De Oliveira. Eén tijd. Mooie goal ook. In een paar tikken stond Alexander De Oliveira voor Geert de Vlieger. En hij trapte hem hard en precies naast de doelman van Harelbeke. Kleedt zich zo wat uit. De jonge en kleine Braziliaan. Dit was de paas van Koreman. Dan komt Thibaut in actie. En dan De Oliveira en hoe? De Vlieger geen schijn van een kans tegenvoets genomen. De ruststand in het Pierre Cornelis Stadion is 2-1 in het voordeel van Aalst. Hoekschop voor Harelbeke met Hans Visser. In de tweede helft nog zonder grote momenten. Kopbal van Fode Camara.
een van de twee nieuwe aanvallers van Haarlembeke. Visser. Baudry wachtte op de bal. Timmerman had hem. Koreman stuurt hem de diepte in. Rekent op de snelheid van Lauwers. En die gaat alleszins harder dan Verhoenen. Lauwers om het af te maken. Buitenom bij de vlieger. Oliveira of De Oliveira komt. Maar Aalst speelt het niet uit. Maakt het niet af. Er was nu één man. Niemand geeft Christophe Lauwers aan. En gelijk had hij. Liep weg van Verhoenen. Die nog even aanklampte. En dan werd de hoek te scherp. Dan moest hij wachten. De Oliveira kwam wel. Maar stond achter een paar Haarlembeekse ruggen. Zangionov naar Visser. Visser naar Tadic. Tadic maakt de bal vrij voor zijn rechter. Goede save van Philippe van der Wallen. En Haarlembeke lijkt eindelijk wat aan de oppervlakte te komen. Lijkt eindelijk wat aan power gewonnen te hebben. Voldoende om Aalst met de neus tegen de muur te duwen. Of beter gezegd met de rug. Urban kreeg die bal bij Thibaut. De Oliveira. Daar blijft zijn flits. Daar is hij. De Oliveira vallend toch nog schieten op de vuisten van Geert de Vlieger. Vrije trap van de Vlieger gezien van achter de rug van de trainer van Aalst. Ziet hij ook de kans voor Haarlembeke. Wostijn trapte en Timmerman hield de bal uit de goal met de knieën. Dragan Tadic met een versnelling. Nijssen moet hem laten gaan, maar zijn voorzet is te hoog. Okanja komt er niet goed bij, dus blijft Haarlembeke bij de bal. Zangionov, Lamers, Kubik. Kubik met een zwaar schot tegen de lat. Goed schot van Arkadiusz Kubik. 4 minuten voor tijd. Haarlembeke blijft op jacht naar de gelijkmaker. En die verdienen ze ondertussen wel degelijk. Riva dos Santos. Kubik. Nog maar eens proberen. Van de Wallen lost. Daar komt de goal van Baudry. En ze hebben dat doelpunt te pakken. En het gelijkspel in het Pierre Cornelis Stadion binnen hun bereik. Het schot was weer van Arkadiusz Kubik. Van de Wallen moet die bal lossen. En Baudry trapt hem binnen. 2 minuten voor tijd is het 2-2. Philippe van de Wallen, getekend door de wedstrijd. En hij is zo'n speler die met plezier de modder laat hangen. 2-2 staat op het bord en dat weerspiegelt perfect het verloop van de wedstrijd en de waardeverhouding. Dus elk terecht een punt in het Pierre Cornelis Stadion.